gaan vandaag naar Dario Prinsen in Haaksbergen. En wat gaan we dan doen? We gaan daar een filmpje opnemen voor de Boerburgerbeweging. Goedendag, mijn naam is Dario Prinsen. Ik ben 28 jaar en woon in het mooie Haaksbergen. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid in het mooie Haaksbergen. Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de Boerburgerbeweging? Ja, op dit moment wil ik graag voor de burgers betekenen dat wij... We worden eigenlijk een beetje vergeten door de Randstad. In het achterland, zoals ik het dan noem, is eigenlijk alles verder dan Amersfoort worden we eigenlijk een beetje vergeten door de Tweede Kamer. Wat ik voor de boeren wil betekenen is dat we eigenlijk, net als achter ons, de natuur zo mooi mogelijk houden. Dus geen zonneparken, geen windmolens op vruchtbare grond. Dat is misschien ook wel de kern van het hele verhaal bij de boer-burgerbeweging. Dat we geen vruchtbare grond teruggeven in ruil voor zonneparken en windmolens. En daarnaast ook de boeren die op dit moment eigenlijk een beetje weggepest worden. Misschien ook wel weggekocht worden. En dat vind ik gewoon jammer. We zijn een agrarisch land en dat moeten we ook gewoon blijven benutten in die zin. Wat wil je namens BBB realiseren in de Tweede Kamer? Nou ja, wat ik wil realiseren in de Tweede Kamer is dat we eigenlijk onze mooie natuur kunnen bewaren in Nederland. En daarnaast ook onze boeren en burgers niet vergeten. Want vaak is het toch wel een beetje dat we... Alleen maar denken aan de Randstad. En op dit moment worden we gewoon eigenlijk, ik persoonlijk ook, als Twente worden we gewoon vergeten. Hoeveel zetels denk je dat BBB gaat bemachtigen? Nou, als ik realistisch bekijk, dan zouden 3 à 4 zetels. Dat zou heel mooi zijn. Maar als we echt vanuit de gedachte halen dat we veel bij CDA en ook bij VVD weg kunnen halen. Dan zou 7, 8 zetels zou heel mooi zijn. Wat moeten we doen? Stem op BBB!